Het ministerie van Jeugd en Sportzaken betreurt de ruis die er is omtrent haar schoolpakkettenproject. In de Nationale Assemblée sprak parlementariër Diana Pocky namelijk haar misnoegen uit over het bedrag van 5,4 miljoen dat is uitgetrokken door de regering voor 35.000 schoolpakketten. Volgens Latoya Boetius van het ministerie heeft minister Faisal Abdul Ghafoor in het parlement duidelijk uitleg gegeven waar al het geld naartoe gaat. Het ministerie is nu druk bezig met de uitvoering van de tweede fase van het project, waarbij zoveel mogelijk kansarme jongeren van een schoolpakket worden voorzien. Het is dus zo dat we niet over de contante middelen nu beschikken, maar met bestelbonnen wij nog wel de aankoop gaan doen voor deze pakketten. We hebben al een paar leveranciers, maar je mag niet bij maar één leverancier. Er zijn een paar comptabele regels waaraan we ons moeten houden. Dat is één. Tweede onwaarheid die is verteld is dat er dus twee of drie spullen in dat pakket zitten, terwijl het eigenlijk om een heel basispakket gaat, waar de jongeren zeker tot eerste tot tweede kwartaal mee door kunnen, om het zo te zeggen. Het gaat om een school. Als het gaat om een uniformhemd, het gaat om 10 schriften, een etui met pennen, potloden, vegers, een lineale huiswerkboekje en ook nog een tekenschrift. Dat zijn echt wel de basiszaken. Zeker ook als we kijken naar de doelgroep, de starters, de echte kleuters, de basisschool en ook die daarop. Dat ze dat echt wel met dit basispakket al kunnen doen voor eerste en tweede kwartaal. Het is ook wel zo geweest dat mensen hebben aangegeven dat we niet hebben samengewerkt met andere ministeries om dus dit project uit te voeren. We hebben niet alleen met ministeries samengewerkt, maar sowieso ook met degene die de uitvoering van dit project doet. En dat is dus de SDG Ambassadors, de Sustainable Development Goals Ambassadors. Die zijn dus degene die het project uit voeren. Wij zijn het ministerie die deze ambassadeurs faciliteert. Dus wij helpen ze met de coördinatie en hoe ze dat precies moeten doen. Ze zijn bekend met dit project omdat het de 8e keer is dat het is gedaan, dit project. En wij komen dus meer in met de buurtorganisaties, contacten die ook wel het veld kennen en die ook wel weten waar deze kansarme jongeren voorkomen. Die kunnen zorgen voor dit pakket voor deze jongeren, om het zo te zeggen, om die registratie vlot te laten verlopen. Met andere ministeries zoals sociale zaken is er verder ook een goede afstemming ten aanzien van de distributie van de pakketten, zegt ze. Er wordt wel degelijk samengewerkt, geeft Boetius aan. De jongeren waarvan we weten dat ze om een of andere omstandigheid dit basispakket, dit basisschoolpakket, niet kunnen kopen. Deze jongeren komen dus in aanmerking voor dit pakket. En hoe worden ze geselecteerd? Er is een heel registratieproces geweest en dit registratieproces is afgelopen op 23 augustus. Is eigenlijk de laatste dag geweest dat mensen zich konden registreren. We hebben ook dat gedeelte van de registratie in delen gedaan. We zijn een vrij jong ministerie. We hebben een hele jonge doelgroep. Een jonge doelgroep die veel gebruik maakt van internet en van social media. Dus we hebben hun de gelegenheid geboden om via Facebook hun naam door te geven, zodat ze gecontact kunnen worden om een formulier in te vullen. Ook hebben we dus met de verschillende jeugdambassadeurs gewerkt, de SDG en de jeugdparlementariërs zelf. Die hebben we gevraagd om ook wel te kijken in hun omgeving. Waar zijn de kansarme jongeren? Ga die identificeren voor ons en check even als zij niet naar je toe kunnen komen, dat jij naar ze toe gaat om ervoor te zorgen dat zij tenminste dat schooljaar goed kunnen beginnen. Ook wel de buurtorganisaties hebben we gevraagd om ons dus te helpen met identificeren voor ons de jongeren of de kansarme jongeren. Kijk voor ons welke gezinnen vooral heel erg behoeftig zijn. Er zijn gezinnen met 12 en 11 kinderen, waarvan we niet alle 11 kinderen kunnen voorzien van een pakket, maar tenminste 4 of 5 kunnen wel in aanmerking komen. Dus dat is dus de manier hoe we het hebben aangepakt. Dat is Latoya Boetius. Ze is waarnemend hoofd van de afdeling voorlichting van het ministerie van Sport en Jeugdzaken. Het ministerie betreurt de ruis die er is omtrent het schoolpakkettenproject van de organisatie.